Finale in de categorie boys van 6 jaar. Ik stel aan u voor de lossprinters Dien Kleen Scholten. We gaan naar de roepers met Tristan van Roosmalen. We zijn met de wijrijders Tiel, Jesse Jansen. Gaan we naar de man uit Nuland, Jesse de Veer. In het groen gaan we kijken naar de derde crossers, Nick Smit. We gaan dan naar de man uit Nuland, Steve van Schijndel. Let op hoor, een van de topfavorieten. Sven van Brummelen, Flying Bikes, Kootwijk de Broek. En dan mis ik nog één man. Hij komt aan de lossprinters, net op zijn beentempo. Guiano van Vlimmeren. Stefan Schijndel, hij is de topfavoriet van Vlimmer, is goed weg, maar het is Flying Bikes Kootwijk de Broek. Flying Bikes Kootwijk de Broek, het is toch Stefan Schijndel. En dan komt de derde crossers van de week vanaf de buitenkant. Kunnen die voor een verrassing zorgen met Nick Smit? Het is voorlopig nog steeds van Schijndel hoor. Ja, hij is toch wel een kopje groter dan de rest inmiddels. En dat betekent dat hij deze leeftijd van 4 en 5 dan toch echt op zijn naam zou moeten kunnen schrijven. Nee jongens, 6 zijn we natuurlijk al. Stefan Schijndel, wie gaat hij meenemen? We gaan naar de Flying Bikes Sven van Brummelen. Maar hij heeft 2-3 metertjes losgelaten. En daar komt Van Vlimmeren. Van Vlimmeren terug naar de derde positie. En dat gaat hem ten koste van de derde crossers Nick Smit. Nick Smit terug naar 4. Maar er staat geen maat op de man uit Nuland. Hij heeft al wat titels binnengehaald in het voorjaar. Hier komt de volgende in Nijkerk. De Midden-Nederland titel is voor Steve van Schijndel.